staan hier in het hart van Heteren, nu nog op een kale bouwplaats. Maar straks moet dit het bruisende woon- en winkelhart van het dorp Heteren worden. En in september worden de eerste palen geslagen. Helaas, vanwege corona wordt dat geen grootse happening, maar doen we dat vandaag al symbolisch. Maar daar is dus verder geen publiek bij. Er komen 20 appartementen boven de winkels. En normaal gesproken zou je bij een eerste paal die mensen allemaal uitgenodigd hebben. En had je het glas met elkaar kunnen heffen op de aanstaande bouw. En dat kon allemaal niet, dus vandaar dat we dit op deze manier doen. Het bijzondere van het Hart van Heteren is dat de initiatiefnemers niet alleen een projectontwikkelaar is of een initiatief van de gemeente, maar dat met name mensen uit de straat eigenlijk dat project hebben geadopteerd, daar zich sterk voor hebben gemaakt en uiteindelijk stappen hebben kunnen zetten wat eigenlijk de afgelopen 20 jaar niet zijn gezet. Dat is heel knap. Nou, een proces dus dat redelijk als een zonnetje verlopen is. Maar wat gaat dit Heteren nu concreet opleveren? Dat we een centrum hebben waar echt iets gebeurt, waar levendigheid is. Daarmee ja, borgen we eigenlijk dat we een vitaal dorp blijven. De inwoners gaan merken dat bijvoorbeeld iedere maand evenementen hier gaan plaatsvinden. Wij willen hier zoveel mogelijk sociale en commerciële ontmoetingen realiseren. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. En om die magneetwerking aan te zetten, moet het centrumgebied ingericht worden en moeten de activiteiten plaatsvinden. Hier kan men straks zeggen, ik ga naar het centrum. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder in een plaats waar je dat eigenlijk al die tijd niet hebt kunnen zeggen. En dan het centrum niet alleen woningen, maar juist ook of winkels, of horeca, of zakelijke commerciële dienstverlening. Dus dat is dat bruisende hart, daar komen mensen op af. En dat is het verschil tussen een stenen hart en een levendig kloppend dorpshart. Als je zelf een idee hebt voor je dorp en je wilt dat het echt gaat gebeuren, dat je veel meer invloed hebt dan dat je eigenlijk denkt dat je hebt. Zo'n plan kan alleen maar doorgaan als alle belangen van iedereen die erbij betrokken is voldoende terugkomen in het plan. Het helpt dan als je met een groep inwoners jezelf verenigt en de gemeente gaat helpen en andere partijen bij elkaar brengt. En dan zie je in één keer wat er wel kan gebeuren. Wat mij hier vooral geraakt heeft, is het feit dat als die neuzen dan dezelfde kant op staan, dat er in één keer een heleboel kan wat daarvoor niet kon. En kan ik ook beter de samenwerking met andere ondernemers aangaan en beter inspelen op de pleinfunctie die straks voor ons hier ook wel heel erg belangrijk is. Een belangrijk project wat nu ook een beetje in de afrondende fase zit, is de uiterwaarde. Dat vormt straks een enorm mooie verbinding tussen het dorpshart en dan binnen 5 minuten lopen eigenlijk in de natuur staat. Kijk, wat we proberen te doen bij de winkels, Lex, is we willen een balans hebben in het aanbod. Niet dat mensen met elkaar gaan concurreren als het niet hoeft, dus we willen dat ding elkaar aanvullen. En dan hebben we nog de huiskamer, dat is een binnenruimte. Ja, daar vinden dagelijks de sociale activiteiten plaats. Dat doet de openbare bibliotheek en zij gaan de huiskamer van Heteren inrichting. En dat is de centrale sociale ontmoetingsplek, moet dat worden, van Heteren. In plaats van dat we het nu vooral over stenen hebben, maar uiteindelijk gaat het straks natuurlijk over de onderlinge verbinding en de gezelligheid en de levendigheid in het dorp. Nou, we gaan zien of dat ervan gaat komen. Dankjewel. Ja, dankjewel.